We filmen in het geheim, in het huis waar Carlos onderduikt. Een jaar geleden vluchtte hij uit Venezuela, uit angst voor vervolging. In Venezuela mi vida sí corre peligro, porque mi vida yo fui funcionario policial. Ya pienso diferente al gobierno, no apoyo al gobierno de Nicolás Maduro. Entonces ya al pensar diferente, tanto la vida de mis familiares como la vida corre peligro. Zijn naam wil hij niet op tv. Dan is er te veel kans dat de politie hem vindt. Want als dat gebeurt, dan gaat hij hierheen. De gevangenis van Corral Specht. Hier zitten tientallen Venezolanen gevlucht met de boot voor vervolging. Maar vaak ook simpelweg gevlucht voor honger. Ze worden meteen uitgezet. Een duidelijk signaal om een aanzuigende werking te voorkomen. Volgens de premier van Curaçao. Natuurlijk is dat deel van de overwegingen. Als we kijken dat 30 miljoen mensen in Venezuela wonen. Waarvan blijkt 40% nu al uit het land willen gaan. Dan moeten we rekening houden met grote aantallen. Curaçao zit met de handen in het haar. Venezolanen zijn buren, broeders, zoals velen dat voelen. Maar geld om ze op te vangen is er volgens de regering niet. Dus zal het uitzettingsbeleid, het huidige uitzettingsbeleid, voorlopig nog wel blijven. En Carlos? Carlos blijft net als duizenden andere Venezolanen ondergedoken. Want terugkeren betekent opgepakt worden. Tendría mi vida escondido y trataría de una manera u otra salir de Venezuela, bien sea por de nuevo por lancha o bien sea por Colombia. Por Venezuela no puedo estar.